Dag iedereen, Morgan hier. Er stond gisteren een artikel in de krant over vroeg opstaan. En toen dacht ik van, dat ben ik, toen ik dat aan het lezen was. Ik ga eigenlijk uitleggen wat er juist in het artikel staat, omdat ik vind het wel belangrijk wat erin staat en ik hoop dat dat ook zo gaat gebeuren. Er is dus een Britse slaapexpert die zegt dat werknemers en scholieren later moeten beginnen op hun werk of op hun school. Dus wij hebben een bioritme en ons lichaam is afgesteld op het zonlicht. Dus eigenlijk wanneer wij moeten opstaan. Ik wil 's morgens echt nooit opstaan. Niet omdat ik naar school moet, maar omdat ik zo het gevoel heb dat ik echt zo word gedwongen. Dus eigenlijk dwing ik mijn lichaam om op te staan. En dat is een soort van marteling. Dus wij eigenlijk hebben een slaaptekort. En daardoor word je vermoeid, krijg je stress. Ik heb ook dat gevoel als ik in de klas zit, dat ik me echt niet kan concentreren. Omdat ik precies nog niet wakker ben. En bij mij is dat ook. Ik heb echt zo pijn op mijn ogen. En dan heb ik het echt moeilijk om wakker te blijven. Ik ben echt altijd moe als ik op school ben. Maar je hebt dus ook verschillende types. Je hebt het ochtendtype, die kan altijd opstaan. Maakt niet uit wanneer, die gaat er altijd even blij en wakker uitzien. En je hebt het avondtype. En dan ben ik. Dus dat zijn eigenlijk mensen die het moeilijk hebben om op te staan. En die verschillende dingen nodig hebben om wakker te worden, zoals koffie. En mij helpt dat niet echt. In het begin hielp dat wel, maar nu niet meer. Dus, zoals ik al zei, het bioritme. Je kan dat dus wijzigen door medische begeleiding, door lichttherapie. Dus, ik ga nog eens over school praten. Wij lijden het meeste slaaptekort door op de computer te lang te zitten en op gsm en... Ik heb ooit eens gelezen dat je een half uur op voorhand, dus voor je gaat slapen, dat je dan een boek moet lezen of niet meer op gsm, dat je hersenen kunnen rusten of zoiets. Daarom vinden ze dat school later moet beginnen. Dus bijvoorbeeld 16-jarigen moeten pas om 10 uur beginnen en 18-jarigen pas om 11 uur. En de kleine kinderen die behouden het gewone uur. Dus wij hebben eigenlijk meer concentratie nodig voor op school. En ik heb ook gelezen dat om 10 uur pas ons brein begint te draaien. Ik hoop eigenlijk echt dat school gaat beginnen om 10 uur. Hoe denken jullie er eigenlijk over? Vinden jullie dat school pas om 10 uur moet beginnen of 11 uur? En als jullie 's morgens opstaan voor school, zijn jullie dan ook zo moe? Want ik denk niet dat ik de enige ben. We gaan een soort van actie starten op Twitter of zo met de hashtag school moet later beginnen. Dus dat was mijn video. Ik hoop dat ik jullie iets heb kunnen bijleren. Like, subscribe, deel en al die dingen. En hopelijk tot de volgende keer.